Vandaag ga ik vertellen van hoe ik mijn paard Jimmy zijn hoef moet uitkrabben en zijn hoef eigenlijk laat zien. Nou, als allereerst gaan we zijn voetjes uitkrabben. Hier zijn hoeven krabben. Dat ziet er zo uit. En dan moet je niet met dit zo uitkrabben. Alleen dan moet je met dit. Want jullie denken vast van, hoezo nou met dit? Want met dit krijg je harde stenen en zand er niet uit. Want misschien kan er ook wat stenen daar onder zitten. Dus dan weet je nooit zeker. Maar dan moet je dan met dit doen. Meestal als er een hoes met de paard gaat doen, dan doet hij het zo tussen benen. En dan schopt die paard niet. Vandaag gaan we voetjes uitkrabben, dus we moeten hem eerst overtuigen om naar boven te hebben. Dan moet je meestal gewoon zo optikken paar, alleen bij Jimmy is het een beetje oud, dus dat lukt niet. Kun je me even helpen? Dus, zo te zien zit er eigenlijk bijna niks meer in. Nou, dan moet je hem nog steeds met deze kant schoonmaken, ook al zit er niks in. Nou, dit is dan de straal, oftewel een frog in de Engels. En dan, dit kun je dan niet met deze doen, of wel met deze, want hier, dit is eigenlijk het bot van het paard. Want als je deze iets te ver open doet, dan krijg je bloed en dat is dan niet goed, dan loopt die kreupel. Nou, nu laat ik ook zien van welke hoefijzer Jimmy heeft. Nou, dan heb ik ook nog een achterijzer. Van, deze is dan van voor en deze is dan van achter. En hoe kun je dan zien van de voorkant is één lipje. En dan zie je die hier. En de achterkant heeft twee lipjes. Nou, dan ga ik even de voorkant doen. Dan moet je hem alweer even meewerken. Nou, oftewel, dan moet hij er zo onder dat de lipje naar boven wijst. En hoe je hem vastzet, dat is wat dat je eerder hebt verteld, dan moet je hier, dan laat ik even jullie zien wat deze zijn. Nou, dit zijn dan de spijkers die erin moeten, oftewel wat ik net zei of iets. Ik weet eigenlijk niet wat ik zei. Laten we maar doen, want dan moet je hier zo in doen, niet zo met de dikke kant zo, want dan past je hier niet in, maar met scherp kant. Nou, hij is niet zo scherp als je denkt. Ik laat jullie misschien ook aan het einde even voelen hoe scherp het is. Je moet het niet te hard drukken, want als je helemaal hard drukt dan, en je schiet uit, dan heb je een bloedvinger. En als je zo kijkt, van, zo is die toch niet vast? Nee, dat klopt, want er zitten ook drie aan elke kant. Dan zit hij pas echt vast. En maar zo valt hij eruit. Ja, niet echt zo, maar dan moet je meestal. Want je krijgt deze niet zo met je vingers in de voet. Ja, dan moet je ook met een speciale hamer doen. En dus niet de hamer die je gebruikt om hier te slopen. En natuurlijk gaat de hoefnagels naar je nagels ook het expert groeien. Dan even deze ijzer weg. En dan moet je met de ver en andere dingen moet je dan de hoef een beetje korter maken. Met meer apparatuur dan met een knipnagel of iets, hoe dat ook heet. Nou, dat was het vandaag eigenlijk. Nou, tot de volgende spreekbeurt of boekbespreking of iets.